Leo, als mannen als Kevin Sagan en Greipel aan de start komen, wat moet Nederland doen om daarmee te beginnen? Ja, niet met ze naar de sprint gaan, dus dat is onze optie. Wat wel? Aanvallen, meespringen? Aanvallen en meespringen en zorgen dat, dat deze mannen niet met hun op de streep zijn. Ja. Vorig jaar Kopenhagen, Lars Boom kreeg de opdracht, jij blijft in het peloton en gaat meesprinten. De aankomst is anders, dat ten eerste. Was het ook een les van Boom is nog niet goed genoeg om met die absolute mannen mee te kunnen? Nou ja, dat kwam er wel een beetje op neer. Hij lag op 200 meter nog vijfde en hij kwam gewoon tekort. Nou, ze sprint hier wel vlak, dus dat is misschien wel beter. Maar ja, wij moeten helemaal niet over die sprint denken. Kijk, Boom kan heel goed sprinten, maar niet met die mensen die je net noemt. Daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Dus wij moeten gewoon in een goede ontsnapping komen met renners waar we wel wat tegen kunnen doen. Maar dat heb je niet voor te zeggen. Dus de koers is de koers. Is het in een Olympische wegrace even moeilijk om in een ontsnapping te komen als, laten we zeggen, een Tour de France, waar 180 man ook mee willen springen? Het niveau wordt alleen maar moeilijker, dus... kijk, we kijken niet terug naar de Tour de France. Dit is de Olympische wegritcoach. En ik geloof in deze jongens. En deze jongens hebben ook in dit jaar bewezen dat ze in bepaalde wedstrijden gewoon goed kunnen zijn. We hebben niet de renners die 10 wedstrijden winnen, dus daar moeten we ook helemaal niet de droom voor hebben. Maar we kunnen wel zorgen voor een mooie uitschieter en daar gaan we voor. Ja, waar gaat je geloof zich in vertalen? Hoop op medailles? Ja, waarom niet? Ik bedoel... Ze hebben toch goede Boom heb Cavendish geklopt dit jaar. Het was wel een zwaar 200 kilometer, was wel na een zware rit. En Terpstra heeft hele mooie dingen laten zien. Nederlands kampioenschap, maar ook Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Als helper van Bonen. Hebben dwars door België gewonnen. Westra die won in Parijs-Nice, klopte die Wiggins. Bovenop een col. Dus ja, de kwaliteiten hebben we. Gesing heeft de Ronde van Californië gewonnen. Langeveld heeft veel pech gehad dit jaar. Maar ja, met een Tour de France in de benen... Is hij zeker op dit circuit goed?